Dat zou ook goed zijn als ik natuurlijk twee keer scoor bij elke invalbeurt, maar het liefst natuurlijk in de basis. Ja, sowieso voor de club is het natuurlijk hartstikke belangrijk. Je maakt nu weer aansluiting bij de middenmoot. En voor mezelf ook. Ik heb twee mindere weken gehad, wat minder gespeeld. En dan is het toch lekker als je in kan vallen en twee goals meepakt. Ja, je begint met een basisplaats hier in je tweede jaar op huurbasis. Dan val je op een gegeven moment buiten die basis. Hoe sta je daar dan in? Extra hard werken, extra graag laten zien? Of ga je dan toch een beetje bij de pakken neerzitten? Nee, zeker. Ik weet dat ik zelf ook jong ben van mezelf. Ik heb ups en downs natuurlijk nog. Dus als het wat minder gaat, kan je alleen maar hard blijven trainen. En dan kom je vorm vanzelf alweer. Dus ja, bij deze gewoon lekker hard blijven werken. Ja, dan ga ik heel lekker naar huis toe. Een beetje frustratie ook wat loskomt natuurlijk, omdat je wat minder speelt. En dan alles komt er in één keer uit. En dat is echt een goed gevoel, ja. Dus laat ik ook zien dat ik scherp blijf. En niet omdat ik op de bank zit het opgeef. Wat zegt het over deze groep, dat je op de bank zit, dat je ernaast moet zitten als het even iets minder gaat? Is die groep goed? De groep is goed bij elkaar, we zijn een goed team. Het niveau is ook hoger dan vorig jaar, vind ik zelf. En dat is alleen maar goed, want dan hou je elkaar scherp. Zoals team zo hard blijven werken, denk ik dat er vanzelf meer punten gaan komen. En dan moeten we richting de middenmoot in ieder geval. En ik denk dat we hard op weg zijn daar naartoe. Wanneer kun je met Helmond Sport tevreden zijn, als club zijnde, als ploeg zijnde? Ik denk als we zien dat er verbetering in het spel zit, in onze trainingen zit, hard werk. En dan denk ik dat de resultaten vanzelf komen, dus zullen we ook gaan stijgen op de ranglijst. Heb je dan voor het eind van het seizoen ook een plek in je gedachten? Ja, ik wil toch wel in de middenmoot eindigen, richting het linkse rijtje natuurlijk gaan. En voor jezelf, want je zegt al van ja, ik heb wel doelen, je wil natuurlijk zoveel mogelijk scoren, zoveel mogelijk assist geven. Werk je daar ook met cijfertjes of gaat dat zo niet? Nou ja, cijfertjes heb je in je hoofd natuurlijk wel een beetje zitten. Vorig jaar was het voor mij veel te weinig. Nu wil ik toch wel naar natuurlijk over de 10 goals maken dit seizoen. Is dat realistisch? Ja, ik sta nu op 3 goals na 8 wedstrijden. Als ik het zo blijf vasthouden, dan is het inderdaad realistisch. En buiten dat, als je niet naar die cijfers, niet naar die statistiek kijkt, wanneer kun jij tevreden zijn aan het eind van dit seizoen hier? Als ik zie dat ik gewoon gegroeid ben in mijn spel, als speler gegroeid ben en stappen heb gemaakt. Ja, is dat echt het belangrijkste? Gewoon stappen maken zodat je uiteindelijk of hier bij Helmond of weer een stapje hoger kan? Ja, tuurlijk. Ik wil nog gewoon groeien. Ik ben jong, ik kan nog veel leren. En dan is het belangrijkste dat ik gewoon steeds beter word en mijn spel beter wordt. Zo snel mogelijk die basisplaats of een paar keer invallen nog en iedere keer twee keer scoren? Dat zou ook goed zijn als ik natuurlijk twee keer scoor bij elke invalbeurt. Maar het liefst natuurlijk in de basis.